Leuk dat je kijkt naar mijn vlog. Zoals je ziet ben ik echt heerlijk, heerlijk zomers gekleed. Het is nu net na kerst. En zoals je ziet schijnt bij mij hier de zon. Ik ben namelijk in... Ik ga niet open. Ik ben namelijk in Zuid-Afrika. Yay! Zuid-Afrika, ja, super leuk. Echt super warm hier. Ik dacht, dit moet ik natuurlijk wel op de vlog zetten. Dus ik ga zoveel mogelijk proberen hier te vloggen. Kan het er niet altijd, want ik ben hier met 9 meisjes. En die vinden het niet leuk als ik continu natuurlijk met een vlogcamera aan hun gezicht zo loop. Ah, vlog, 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 vlog. Dus ik ga zoveel mogelijk vloggen. We zitten hier nu 2 dagen. Zoals je ziet ben ik al een beetje getent. Misschien een beetje verbrand. Maar dat wordt uiteindelijk wordt dat echt natuurlijk super mooie bruin. Want vandaag een tomaatje en morgen een chocolaatje. Ik ga jullie eventjes iets moois laten zien. Super goed huis. Nelly. Dit is ons uitzicht. Het is zo mooi. Nelly. Het uitzicht is top. Heerlijk muziek hierop, heerlijk zwembadje, iedereen is lekker aan het tennen. We gaan zo meteen gaan we een leuke activiteit doen. En ja, het wordt echt super leuk. Zit hier nog anderhalf week of zo. Ons huis is helemaal boven op een berg. We zitten elke keer lekker naar beneden lopen. Boven op een berg. En een kwartier naar beneden lopen. Wel echt super mooi uitzicht. Naar boven natuurlijk met de Uber. Ja, taxi. Wel echt super mooi uitzicht. En we gaan nu wat gaan doen. We gaan naar Hout B. En daar gaan we sushi lunchen. En naar de haven. En het schijnt super leuk te zijn met allemaal sushi restaurants. We zijn nu dus op het strand en het uitzicht is echt zo bizar. Even kijken, eventjes. Zo sick. Zo sick. Ik ben echt zo blij dat ik hier ben, het is gewoon zo mooi. Het is echt prachtig. We zijn nu in de harbor, super druk. Allemaal kindjes. Naar het strand. We zijn in de haven. Sushi! Het sushi gegeten, daar bij het mooie lekkere restaurantje. En nu gaan we even met de Uber naar huis. Dan gaan we heel eventjes misschien een klein powernapje doen. Dat is allemaal best wel moe. En daarna gaan we de Lionshead beklimmen. Met sunset, dus met zonsondergang. En ik ben echt heel benieuwd allemaal. Het is hier zo mooi, hier ben je zo blij van. Beter dan in Nederland op deze tijd. Ik hoor namelijk dat het alleen maar regent en koud is. Dus kijk eventjes. Kijk gewoon heel eventjes. Geniet gewoon ook heel even van mijn mooie uitzicht. Heel even genieten. We zijn nu dus onderweg naar de Lion's Head, want we mochten de Table Mountain niet beklimmen in zo laat een avond. Maar dit is de Table Mountain. Echt super groot en mooi. We zitten in een Uber. En daar... Ja, we kunnen klein. Ja. Oh, je ziet het niet zo goed. Maar als je de Lion's Head, daar gaan we zo heen. In de Uber. Karam is de show. De Lion's Head. Nou, ik zal hem wel niet opvolgen. Nee, sorry. Oh, dan kan je beter zien. Tafelberg. Daar gaan we een andere keer heen. Ook mooi. Een mooi marktje. Naast de snelweg. Gevaarlijk wel om te stoppen. Ook hier heb je het Hard Rock Café. In Cape Town. We zijn nu in Camps Bay. Camps Bay, hoe heet het? Camps Bay, bijna.
in Camps B. We zijn in Camps B. We zijn in Camps B. En nou, we gaan eventjes lekker, even lekker loeren. Want we staan in de file. Mensen loeren. Ja hoor, dit zie je ook gewoon in Zuid-Afrika. Ja, we gaan beginnen met onze... Met onze... We moeten daarheen. Met onze wandeling. Het is nu... 10 voor 7. En we moeten er achter zijn. Gaat op zich denk ik hopelijk wel lukken. Oké, mijn been doet al pijn. En we zijn er nog lang niet. Uitzicht is wel al super mooi. Dus het wordt alleen maar mooier. We zijn op de helft, denk ik. Hopelijk. Ik zweet nu al. Oh, het is eigenlijk gewoon in Nederland, hè? Nederland. En we gaan verder. We zijn er bijna. Het is best wel stijl. Had ik ook niet verwacht. Maar we gaan door. Ja, want als we wij niet hebben. Wow, dus een feestje beneden. Maar we gaan door naar boven. Andere kant van de berg. Ja. We zijn er bijna. Oh. Zo, krachttraining voor vandaag ook weer gedaan. Het is gewoon echt lunches hier zo. Ik heb dus hoogtevrees. En super stijl, wel heel mooi. We gaan verder. Ik voel me best wel dood. Ik zweet overal. Vind jij je? Ik zweet de plekken. Ik dacht misschien is het koud hierboven, maar... trui meegenomen, maar is niet nodig hoor. Het is ook best wel lastig als je kleine benen hebt. Denk je dat je er bent? Moet je nog even de Chinese muur opklimmen. Man, man, man. Maar we zijn er bijna. Bijna zonsondergang. We gaan lekker. Nou, we zijn er eindelijk. Het heeft, kijk hoe lang gekost. Bijna een uur, kort voor 8. Nu gaan we de zonsondergang bekijken. Het is echt zo mooi. Echt. Het is het waard om het helemaal op te lopen. Not windy. Nou, we zijn op de helft naar beneden. Al een paar keer gevallen. Sabina? Nou, we zijn weer thuis. Eindelijk na 600 uur. Nee, het was echt super mooi, super leuk. Alleen echt super zwaar. We gingen namelijk naar beneden toen het nog donker was. Daarom kon ik ook niet echt filmen. Het was echt levensgevaarlijk eigenlijk. Nou, ik vond het levensgevaarlijk. Ik ben echt 3 keer gevallen. En nu leg ik lekker in bedje. En gaan we lekker slapen. Morgen weer een lange nieuwe dag. En ja, dit was een, wow, dit was een, wel ja, was een avontuurlijke vlog. Ik vond het heel erg avontuurlijk vandaag, ik doe nooit zoveel avontuurlijke dingen. Dus ja, see you in mijn volgende Afrikaanse vlog.